Ik zie in mijn hoofd vaak de beelden van vroeger. Dorpsplein, de straten, het huis in de rij. De kerk en de bomen, de lijn van de daken, beelden voor altijd in mij. Wij zoeken specifiek naar die jonge mensen om die zeker een kans te geven. Dat is een doelstelling van onze vereniging. En we zijn altijd blij dat we jongere artiesten vinden die willen komen spelen. En soms zijn er daarbij die maar 4 of 5 nummers in het Nederlands hebben. Maar dan nog geven we ze de kans om die 4 of 5 nummers te komen spelen in de hoop dat ze een 5e of 6e nummer maken. Ik moet een trui kunnen breien met 7 zakken en een krul kunnen leggen in een lint met een schaar. Met mijn vingers kunnen knippen, kunnen fluiten, kunnen flippen. Ik weet niet waarvoor het dient, maar het moet, dus ik doe het maar. Mijn god, wat rookt het naar. Ik denk dat kleinkunst, wat dat daar bijzonder aan is voor mij, is dat dat een directere manier is om contact te maken met de mensen in het Nederlands. Een soort barrière die wegvalt. En een groot deel van wat ik wil bereiken met mijn muziek is in verbinding komen met de mensen. En door die kleinkunst in het Nederlands, ik alleen kwetsbaar, lukt dat op een zeer goede manier. En zo kom ik bij de kleinkunst terecht. Een groot bedrijf en jij daar helemaal aan de top. Wat maakt het uit? Men vraagt jou nog steeds om een koffiekop. Alsof men ergens niet geloven kan dat je tot daar hebt geschopt. Is kleinkunst therapeutisch? Zeker, absoluut. Ik heb eerst van alle soorten andere muziek gespeeld. En opeens speel ik kleinkunst. Dit is een woord gelijk een ander woord. In de wereld die verandert loopt, met de stroom en meander en loopt, met de stroom en droom. Mijn teksten en mijn muziek dus, dat betekent heel veel voor mij, want dat is inderdaad, zoals jij zegt, therapeutisch voor mij. Dat gaat echt over gebeurtenissen en mensen die ik gekend heb of die ik meegemaakt heb. Dus echt wel, ik denk dat je straks misschien zal horen. Steek veilig weg, bewaak zorgvuldig wat u heilig is. Pak het in met een betekenis. Ik vind het ongelooflijk dat dit bestaat. In Gent, waar ik zelf vandaan kom, bestaat dat niet. En ik denk dat we dat moeten ook lanceren daar, want het is belangrijk dat dat blijft leven, denk ik. Ja, kleinkunst is ook muziek vanuit het hart en ik denk dat dat tegenwoordig wel belangrijk is, dat er een boodschap aangekoppeld is. Er is veel meer interesse terug in Nederlandstalige muziek. Ik voel dat wel, dat daar terug meer een opleving in zit. Ik bouw een stad met blokjes, rij met de auto rond. Recht toe, recht aan, geen bochten, waar is toch mijn kindermond? De muren worden hoog. Oh, Marcel.